Noortje Herla heeft hoofdrol in derde deel SOOF. Noortje Herla speelt een rol in het derde deel van SOOF dat eind dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien is. De actrice is te zien als een arts die in de levens van SOOF en haar familie komt. Dat maakt de producenten Keyfilm en Mill Street Films woensdag bekend. Eerder werd naar buiten gebracht dat Sarah Janne Teunstokkel, Rick Paolo van Mulligen en de Engelse acteur Manpreet Baatje ook aan de cast zijn toegevoegd. Zij zijn te zien naast de vaste acteurs uit de vorige twee films. Lies Vissendijk, Fedja van Huwet, Dan Kerti, Anneke Blok, Dick van den Toorn en Elise Schaap prolongeren allemaal hun rollen. In SOOF 3 heeft de titelpersonage eindelijk haar leven lekker op de rit. Ze is gelukkig, de kooksof loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Op het moment dat ze slecht nieuws krijgt, komt Sasha thuis en stelt haar verloofde voor. SOOF grijpt het huwelijk van haar dochter met beide handen aan om haar kop in het zand te steken. Eddie Terstal, Simon Tsingel 39, schreef het scenario van SOOF 3 met Luc van Bemmelen, Dick Trom en Anne de Klerk. Jack bestelt een broertje, die ook de regie op zich neemt. De film wordt uitgebracht door Dutch Filmwerk. De SOOF films trokken per stuk bijna hun miljoen bezoekers naar de Nederlandse bioscopen. Er volgden ook een tv-serie en een musical. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.